Be Life, life is better on a rollercoaster. Jullie van Be Life en welkom terug bij een nieuwe video op mijn kanaal. Vandaag doen we even terug een quiz en deze keer doen we de Efteling quiz 2018, dus van een jaar geleden. Het zijn 10 vragen die we moeten beantwoorden en we zullen eens kijken. Symbolica is de duurste attractie van het park. Ja, dat is waar. Dus de attractie was nu momenteel wel het meeste geld aangegeven hebben, dus is waar. De Vliegende Hollander had op zijn kop. Dat is fout. Er zit geen looping in de Vliegende Hollander. Bij de Efteling komen 1 miljoen bezoekers per jaar. Dat is waar, maar ze hebben ondertussen wel meer of Disney kunnen halen. Voor de Baron moet je 1,40 meter. 2018 kan dat wel kloppen, maar ik denk dat ze nu wel 1,30 meter of 1,20 meter gegeven hebben ervoor nu. Dus ze zijn bij bepaalde adressen qua grootte weer gezakt ervoor. De Efteling is leuk, dat is een persoonlijke vraag, dat is waar. Aquanura is een watershow, dat is... Villa Volta is een vervloekte huis. Dit vervloekte huis, het is een hel gelijk, is waar. In de Piranha word je niet nat. Dat is fout, maar in de Piranha kan je wel redelijk nat worden. Ik ben zelf niet nat geworden in de Piranha, maar ik heb al mensen nat zien worden in de Piranha. Zelf als je niet in de Piranha zit, kan je ook nat worden van de Piranha. Volgende vraag. Op de plattegrond staat linksonder een kompas afgebeeld. Ik denk wel dat het waar is. Ik denk van wel. Het kost 5 euro om bij de Efteling te parkeren. Dus dat is iets dat ik niet weet, maar misschien kan het wel waar zijn. Dat is nu een hok dat ik doe. Super gedaan, je hebt 9 op 10 gehaald. Blijkbaar kun je hier niet op zien wat ik fout had, maar ik heb wel een 9 op 10 gehaald. Zo, wil je nog meer van die quizzen zien? Wil je nog meer van die pretparkquizzen zien? Laat hieronder in de reactie na. Geef deze video vooral een duimpje omhoog. Vergeet niet om te gaan abonneren op mijn kanaal hier beneden. Vergeet ook even niet het belletje naast de abonneerknop aan te klikken, zodat je telkens een melding krijgt wanneer ik een video upload. En ik zie je terug in de volgende video.